En dan nu... Hallo kijkers. Als je de oorzaak weghaalt, heb je een probleem opgelost. Dat klinkt zo makkelijk, maar vaak duurt het even voordat je in de gaten krijgt waar het probleem vandaan komt. Een paar jaar geleden kregen de banken 20 miljard euro subsidie van de regering. Anders waren ze failliet gegaan, zeiden ze. Er werken daar mensen die geld met geld verdienen. En die mensen doen hun werk niet goed en dan geven we ze er nog geld bij ook. Nu mogen we met z'n allen gaan bezuinigen. Je kunt het geld immers maar één keer uitgeven. Wat moeten we daar nu mee? De banken willen graag dat we zoveel mogelijk digitaal betalen. Want dan krijgen ze geld van de winkeliers en van de klant. Kunnen we daar dan niks aan doen? Jawel hoor. Haal uw geld in ieder geval bij de foute banken weg en zet het bij de ASN of Triodos Bank of een andere groene duurzame bank neer als u digitaal wilt blijven betalen. Maar als u analoog gaat betalen, heb ik hier een leuke tip. U geeft aan de winkel waar u boodschappen wilt doen elke week 50 euro. En dan kunt u zo lang boodschappen halen tot de 50 euro afgeschreven zijn. De winkelier heeft nooit meer zoveel contant geld in de kassa. Hij hoeft nooit meer kleingeld te kopen bij de bank en u hoeft niks te pinnen. Goed idee, hè? Bestond al lang voordat ik geboren werd. Heet opschrijfboekje. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Op zondag 4 september start het derde seizoen Leuke Dingen voor de Mensen. Prettige zomer, doe leuke dingen, denk na en laat u niets wijs maken. Door wie dan ook.